Vandaag doen we een sitsprobe, zeg ik dat goed, Linne? Sitsprobe. Voor de mensen die dat woord niet kennen, het orkest komt samen met de zangers en we gaan een keer er helemaal samen door en proberen op dezelfde lijn te zitten. De energie terug omhoog halen, want natuurlijk in een stadsschouwburg voor 2000 man is iets anders dan in een repetitiezaal hier in Schelle. Dat is altijd heel spannend, hè? Heel spannend. Voor iedereen een beetje. En met live orkest ineens voelt je echt dat dat niveau zo echt... Allee, vooral ja, die energie heel... gaat echt ja. zo naar twee levels hoger, dat iedereen ja. zo... Legally Blonde is een zeer energetisch musical. Maar ook wel met rustmomenten en mooie ballads, emotionele momenten ook wel. Gewoon van lach naar lach naar lach, leuke muziek daartussen. Wel, we zijn nu in de laatste race op weg naar de première. We zijn met heel veel. Er is een orkest van 14 muzikanten, 27 castleden. Ik speel Warner Huntington. Warner dumpt L. Daardoor gaat ze rechten studeren. En ik ben Brooke Wyndham. Ik word terechtgesteld voor moord. Ik speel Emmett Forrest. Dat is een laatstejaars op Harvard. L komt daar binnen en daar ontstaat eigenlijk zeker een mooie vriendschap. Ik speel Paulette, dus ja, de kapster. Haar psycholoog eigenlijk een beetje. Het is gewoon een vriend. Ja, gewoon een vriend. Ja, gewoon een vriend, ja. Ja, maar in dat geval mag hem ook wel eens in mijn vriendenkring komen. Ik speel een professor, professor Callahan. En ja, dat is zo iemand die zo over de grenzen gaat. Hè. Zo'n beetje hashtag niet toe. Door haar dvd's en boek, zal die pillen hard en strak. Je moet naar theater komen, net voor het unieke moment. Het energielevel is altijd zo hoog. Het zijn super catchy nummers ook. Heel straffe muziek, heel straf acteren. Ik denk vooral dat de mensen met een heel leuk en goed gevoel naar buiten gaan.